Hi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Fleur van Interieur en Lifestyle.com en vandaag ga ik aan de slag met deze kast achter mij. Dit was een marktplaatskoopje en ik ga deze kast volledig opknappen en restylen. Ik ga onder andere met de kwasten aan de slag. Ik ga de kast verven in de kleur Coffee Addict van de vesting. Er komen nieuwe stalen pootjes onder de kast. Nieuwe deurknopjes komen op de deuren. En de binnenkant van de kast ga ik beplakken met plakfolie in een Hongaarse puntpatroon. Ik ben onwijs nieuwsgierig geworden hoe het gaat worden. En in deze video laat ik jou stapsgewijs zien hoe ik aan de slag ga. Kijk je gezellig verder. Stap 1. Houtwerk restaureren. Allereerst hebben we de kledingkast volledig uit elkaar gehaald. Anders kreeg ik hem sowieso niet naar boven door het trapgat. Tijdens het demonteren bleek de kast aardig gammel te zijn. Er ontbraken meerdere schroeven en de schroeven die erin zaten waren doorgedraaid. Er zat een gat aan de binnenkant van het bord. Sommige planken waren krom getrokken. Er zaten verschillende meubelpoten onder de kast. Het hout was op meerdere plekken beschadigd. En er zaten kieren tussen het houtwerk op de paneeldeuren. Hoogste tijd om eerst met het restauratiewerk te beginnen. Het beschadigde houtwerk heb ik gerestaureerd met een houtvuller en de naden opgevuld met acrylaatkit. Appeltje eitje, likje verf erover en het houtwerk is weer als nieuw. Stap 2. Schilderwerk. Voordat ik daadwerkelijk met de kwast aan de slag kon, heb ik eerst alles goed ontvet en licht opgeschuurd met een schele schuurpet. Tot slot de boel stofvrij gemaakt en de vloer afgeplakt met afplaktape en cel. Vervolgens heb ik alle onderdelen in de primer gezet en ik gebruik een primer in dezelfde kleur als de uiteindelijke afvlaklaag. In dit geval heb ik gekozen voor de kleur Coffee Addict van de vesting. De Lab Eco Hout Primer roer ik goed door en giet deze in een verfplakje met inzet. Ik begin met het schilderen van de randjes en gebruik hiervoor een ronde kwast. De grotere oppervlaktes vul ik in met een viltroller. Gebruik voldoende verf, werk netjes, maak rechte banen en schilder nat in nat. Vervolgens heb ik het schilderwerk gecontroleerd op eventuele oneffenheden. Deze heb ik weggeschuurd, wederom met een gele schuurpet en alles nog eens stofvrij gemaakt. Tot slot heb ik de boel afgelakt. Allereerst heb ik de Lab Eco Houtlak goed doorgeroerd en in een verfpakje gegoten. De lak heb ik op dezelfde wijze aangebracht als de primer. Dus eerst de hoeken en randen met een kwast en de oppervlaktes ingevuld met een viltroller. Gebruik voldoende verf, werk netjes en schilder nat in nat. Laat de lak goed drogen, schuur wederom eventuele oneffenheden weg, dit keer met een blauwe schuurpet. En breng zekerheidshalve nog een tweede laklaag aan. Stap 3. Plakfolie. Aan de binnenkant van de kast, of eigenlijk het bord, of de achterplaat, maar net hoe je het wilt noemen, ben ik aan de slag gegaan met plakfolie. Mijn eerste idee was om de binnenkant te behangen met een restje behang. Tot ik tussen al mijn rollen dit Hongaarse puntpatroontje weer tegenkwam. Wow, hoe tof en nog simpel ook. Niks geen lijm, gewoon een kwestie van opmeten, op maat knippen en plakken maar. Aan beide zijden heb ik zekerheidshalve een paar centimeter overgehouden. Vervolgens de plakfolie losgehaald en deze voorzichtig en recht op het bord aangebracht. Gladgestreken met de behangspatel en de plakfolie goed aangedrukt met mijn handen. Tot slot de hoeken van de randen ingeknipt en omgevouwen. Eventuele bobbeltjes kan je nog lek prikken met bijvoorbeeld een veiligheidsspeld. Stap 4. Afwerken. Alvorens ik de kast weer heb gemonteerd, schroefde ik er nieuwe stalen pootjes onder. Let hierbij wel op de lengte van de schroeven. Je wilt natuurlijk niet dat ze door de onderkant heen komen. Eerst even licht voorboren en vervolgens de schroeven erin. Nadat alle verf goed uitgehard is, kon de kast weer in elkaar. Aangezien er veel schroeven ontbraken en ze nagenoeg allemaal doorgedraaid waren, hebben we voor extra stevigheid vanaf de onder- en bovenkant flinke parkers in de zij- en de middelste planken geschroefd. Vervolgens het bord aan de achterkant vastgespijkerd. En tot slot heb ik de deurknoppen vervangen voor deze toffe Mia Poppy knopjes van Doing Goods. Oftewel de finishing touch. Bedankt.
bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zou het super leuk vinden als je hieronder een reactie achterlaat en je duimpje omhoog steekt. Vergeet tevens niet te abonneren op mijn YouTube kanaal en mij te volgen op Instagram en Facebook voor nog meer kijkjes achter de schermen. Tot ziens!